Meeste zetels Leefbaar Nederland gaan naar Lijst Fortuin. Aanklager tribunaal overtuigd van schuld Milosevic. En de advocaat van Milosevic klaagt het tribunaal en Nederland aan. Goedenavond, achtergronden bij het nieuws in Nova. Het is nu onafwendbaar. Pim Fortuyn gaat met een eigen lijst de verkiezingen in. Los van en als concurrent dus van Leefbaar Nederland. Een lijmpoging is vandaag definitief afgewezen door partijvoorzitter Jan Nagel. En Fortuyn heeft daarom vanavond zijn eigen lijst gelanceerd. Plaatselijk ligt dat niet overal, zo bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar vergaderde Leefbaar Nederland vanavond met de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is nog steeds Pim Fortuyn. Zometeen live verbinding met Rotterdam. In het hele land probeert de Leefbaar achterban zijn positie te bepalen. Voor het partijbestuur, onder leiding van Jan Nagel, of voor de afgezette landelijke lijsttrekker Pim Fortuyn. Een keuze die ook wordt bepaald door de vraag waar na de breuk de 22 zetels heen gaan die Leefbaar Nederland vrijdag jongsleden volgens onze peiling nog zou binnenhalen. Bureau Interview NSS vroeg in opdracht van Nova aan 273 mensen die eerder zeiden dat ze op Leefbaar Nederland zouden stemmen, waar ze na de laatste ontwikkelingen nu op denken te stemmen. Vrijdag nog scoorde Leefbaar met Pim Fortuyn 22 zetels. En van die zetels blijven er volgens de peiling van vandaag 5 zetels over voor Leefbaar Nederland. 10 zetels gaan naar een lijst Fortuyn, 4 zetels naar andere gevestigde partijen. 3 van de zetels gaan nergens heen, want die groep weet het niet. Een bliksem-enquête met de landelijke resultaten onder de Leefbaar Nederland aanhang. Maar plaatselijk moet de keuze nu gemaakt worden. Willem Lust en Marcel Hamming gingen de regio in en vonden een partij in verwarring. Een partij die met pijn in het hart afscheid neemt van Pim Fortuyn. Ik ken hem dus persoonlijk, maar hij was uiteraard niet bereikbaar. U heeft wel geprobeerd hem te bellen? Daar is mij dus gevraagd om hem te gaan bellen, maar dat ging niet. Hij was niet bereikbaar. U kreeg hem niet aan de lijn? Nee, het toestel deed het niet. Hij heeft toen gezegd, nou dan is Nederland niet vol, maar het is dan weer druk en zo, weet je, op die manier. Maar ik bedoel, nu houdt hij hier aan vast en dat is ontzettend jammer. Ik krijg berichten vanuit Noorden, praat nog eens met het bestuur en vraag aan het bestuur of ze nog een keer een gesprek willen aangaan met de heer Fortuyn. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang, waar is hier de nooduitgang? De roots van de partij liggen in het lokaal bestuur. Hier werd Leefbaar vandaag bestookt met telefoontjes. Heel veel aanhangers hoopten nog op een nieuwe lijmpoging. Er wordt hier constant gebeld. Ik heb een dubbele telefoon. Dus op beide lijnen, mijn vrouw is steeds ook in gesprek met mensen die bellen. De leden zeggen hier allemaal dat ze het verschrikkelijk jammer vinden. Ze vinden Pim Fortuyn een voortreffelijk lijsttrekker. En zeggen dus ook eigenlijk allemaal van, hij had dit eigenlijk niet moeten zeggen. Een artikel 1 van de grondwet, dat kun je niet wegdoen. En je kunt niet zeggen, ik laat geen islamieten toe of hun geloof deugt niet. Maar ik bedoel, hij had dus eigenlijk op dat moment moeten zeggen van, ik heb me vergist, ik had eigenlijk dit terug moeten nemen. Wat ik heb gezegd, dit kan zo niet. Dus op het moment dat hij dat weigert en gewoon erachter blijft staan, dan is er voor het bestuur, en daar heeft Jan Nagel gewoon gelijk in, is er geen andere mogelijkheid. Maar in het zuiden, geïnspireerd door de toestand op straat, zagen ze nog wel mogelijkheden. Die breuk, die moet je toch niet zo bestempelen als een breuk. Dat komt zo in de media nu wel over. Maar nogmaals, het bestuur heeft gezegd, dinsdag komen we bij elkaar. En dan praten we daar verder over. En dan berichten wij voluit de leden die daarover mee moeten gaan denken. Ja. Stel dat het toch op de een of andere manier tot een breuk komt. Stel dat dat zo is. Waar zou u dan voor kiezen? Want Fortuyn heeft gezegd, dan ga ik desnoods met een eigen lijst verder. Voor wie zou u dan kiezen? Voor Leefbaar Nederland
of voor de lijst Fortuin? Nou, dat gaat niet dat ik moet kiezen. Het gaat om dat mensen moeten kiezen. Nee, maar op wie zou je stemmen? Nee. Ik ben altijd iemand die dus graag naar anderen luistert. Luisteren is heel belangrijk. En wie ben ik alleen? Samen zijn we wat. En alleen ben ik niks. Ook de man van het hoofdbestuur die het Noorden doet, werd overstroomd met reacties van Leefbaar aanhangers. De leden die mij uit het Noorden benaderd hebben, die zijn zeer ingenomen met de standpunten van het bestuur tot nu toe. Oh ja? Ja. Hoe? De journalistiek hier in het Noorden doet ook zijn uiterste best om mensen te vinden die tegen het besluit zijn. Maar wat ik al begrepen heb, vanmorgen en vanmiddag is dat nog niet echt gelukt. Er is niemand die zegt van wat je ook doet, zorg dat je die fortuin binnenhoudt? Nee. Nee, er zijn wel mensen die zeggen van, gaan jullie nog een keer praten? Nou, dat is dus iets wat ik morgenmiddag in het bestuur meeneem. Dat er toch verzoeken komen om nog een keer met de heer Fortuin om de tafel te gaan. Maar niemand zegt, jullie zijn gek geworden om die Fortuin te laten gaan? Hier in het Noorden niet. Ze vinden het wel jammer. En ze zien ook het enorme stemmenpotentieel wat de heer Fortuin trekt. Maar hier in het Noorden werken de systemen toch iets anders als in het westen van het land. Maar als erelid kun je natuurlijk moeilijk anders dan proberen de schade te beperken. Maar ook in het nuchtere Noorden heeft Fortuin forse aanhang. Het bleek nog wel afgelopen vrijdag in Havelte, de laatste openbare Leefbaar Nederland bijeenkomst met Pim Fortuin. Als altijd vol overtuiging en meeslepend voor een overvolle zaal. Maar de regiobestuurder in Drenthe moest vanmiddag wel toegeven, het is voorbij met Pim. Het bestuur kan niet anders. Ik heb samengewerkt ook om dat programma in elkaar te zetten. En juist die antidiscriminatie, die is voor ons zo belangrijk. Dat hebben we in al die artikelen waar het over ging. We hadden graag zelf een zwaardere straf op discriminatie. En als hij dan, je lijsttrekker, andere dingen gaat beweren. En gelijktijdig artikel 1 van de grondwet, waar de hele westerse beschaving eigenlijk op gebaseerd is. Als hij dat weg wil nemen. Ja, dat kan dus gewoon niet. En aan het eind van de middag maakte voorzitter Jan Nagel in het tv-programma Twee Vandaag een brusk einde aan veel regionale hoop. Ik houd van lijmpotten in de politiek als het echt kan en nodig is. Als u 50% belasting wil en ik 30%, dan kunnen we op 40% uitkomen. Ja. Maar op dit asielbeleid een zo principieel punt, dat raakt het politieke hart van de samenleving, van onze partij. En ook nog eens van mezelf. Het is dus uitgesloten. Ik zou het willen, maar het kan niet. Leefbaar Nederland is op zoek naar een iets minder eigenzinnig boegbeeld. En Pim Fortuin op weg naar zijn eigen lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de Ik kan niet langer blijven, ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. Er is één plaats waar de keuze tussen de partij en Pim Fortuin extra zwaar weegt. Rotterdam, de woonplaats van Pim Fortuin. Want daar is hij ook de lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. Crisisberaad dus vanavond in het woonhuis van Pim Fortuin. En daar is ook NOS-collega Ferry Mingelen. Ferry. Dag Margriet. Ik sta hier voor het Palazzo di Pietro. Dat is inderdaad het woonhuis van Pim Fortuin. Nou, crisisberaad was in elk geval een beraad van Fortuin met de 15 kandidaten voor Leefbaar Rotterdam. En de vraag was, kunnen die nog wel samen door? En het antwoord is, ik ga het maar gelijk even aan ze vragen, meneer Fortuin. Het antwoord is, kunt u nog met Leefbaar Rotterdam door? Ja hoor, het was een ontzettend geanimeerde bijeenkomst. We waren er al na 3 kwartier uit en we gaan met elkaar door. En ook zelfs met Rabella. Ja. Naast u staat, want dat weet u niet, mevrouw Rabella De Faria. Mevrouw De Faria, u staat nummer 12 op de lijst in Rotterdam. Maar er is iets bijzonders met u. Want de heer Fortuin is nou geen lijsttrekker meer van Leefbaar Nederland. Hij gaat voor zichzelf. En nou zoekt Leefbaar Nederland een nieuwe lijsttrekker. En u wordt genoemd. Ik voel me heel erg vereerd, maar op dit moment is het genoemd. En voor de rest wacht ik eventjes, na alle commotie, wacht ik even af hoe het bestuur straks
gaat beslissen. Maar u bent een bekende vrouw binnen Rotterdam en ook binnen Leefbaar Nederland. U was de zwarte zakenvrouw van het jaar in het jaar 2001. U heeft een grote aanhang. Is het zo dat als Leefbaar Nederland een beroep op u zou doen om de lijst te gaan trekken voor de Kamerverkiezingen? Als ze dat zouden willen, zou u dat dan ook willen? Daar laat ik me op dit moment nog steeds niet over uit, zoals ik al zei. U zegt geen nee. Ik voel me heel erg vereerd, maar dat is wat dat betreft op dit moment het enige wat ik daarover wil zeggen. Het is aan het bestuur en het is daarna natuurlijk aan de leden. Ja. Voorlopig gaat u... Ik wil je zeggen, dat is ontzettend zwaar, maar als je het wordt, dan ben ik de eerste die jou met deze uitverkiezing feliciteert. Het is voorbarig, ik weet het. Het congres moet beslissen, het bestuur moet beslissen. Maar ik hoop van harte dat je het wordt. Nou, dat zijn dus twee rivalen, want de partij is wel gescheurd. Meneer Fortuyn, u bent nou zo aardig tegen mevrouw, maar ze zeggen wel eens waar Fortuyn komt, ontstaat ruzie. Die ruzie in die zin is vanavond wel ontstaan, want u gaat uw eigen lijst beginnen. Mevrouw gaat met haar eigen partij door. We zitten samen als het goed is in de gemeenteraad. En u zit samen in de gemeenteraad. Maar die prachtige 22 zetels die u eerst zou kunnen halen, die schieten dus alle kanten op. Nova heeft dat in een snelle peiling laten onderzoeken. Volgens die peiling zou Leefbaar Nederland van die 22 zetels er 5 overhouden. Op het ticket Leefbaar Nederland. En u zou er 10 krijgen. En de rest gaat terug naar allerlei andere partijen. Daar kan me niks van. En de campagne moet nog beginnen. Ik kom met mijn eigen lijst. Ik heb alle vertrouwen in. Ik heb ook steeds gezegd, de kiezer bepaalt op 15 mei. Nou goed, en als de kiezer zegt, die Fortuyn moet maar niet, dan is het einde oefening. Hoeveel zetels denkt u dan te halen? Ik heb me daar nooit over uitgelaten. We moeten campagne, het gaat om de inhoud van het geheel. Maar ik zeg u, volgens de peiling van Nova zou u 10 zetels halen. Nou, u zegt daar geloof ik niks van. Nou, dat vind ik al heel wat, naar wat er net gebeurd is. Ik moet nog beginnen, dus... U bent... aangenaam verrast door dit grote aantal. 10 zetels, meneer. Dat is nog nooit vertoond in de geschiedenis. En na alles wat er gebeurd is, dat ik dan toch nog 10 zetels heb weten vast te houden. Ja, dat is fantastisch. Maar nogmaals, het is allemaal virtuele winst. Hè. Het wordt veel te veel spelletjes. We moeten die strijd gaan voeren. 15 mei valt er echt iets te kiezen. Nou, ik wens mevrouw succes. Er is ook helemaal geen ruzie geweest binnen Leefbaar Nederland. Daarin wil ik u. We zijn op een hele goede manier uit elkaar gegaan. Het is een drama geweest. Dat wil niemand. Bent u niet opgelucht dat u eigenlijk van die last af bent dat u niet mag zeggen wat u eigenlijk wel denkt? Nou, misschien dat wel. Ja, dat als ik eerlijk ben wel. Maar ik moet zeggen dat ik tot met zaterdag geweldig heb samengewerkt met dat team. Dat ik die breuk eigenlijk niet goed begrijp. Men wist wat men aan mij had. Maar goed, het is gebeurd. We kunnen niet steeds maar achterom blijven kijken. Maar u begrijpt het zelf nog steeds niet waarom men zo hard heeft gereageerd. Mevrouw de Varia, u bent hier nou toch nog. U vond dat het bestuur van Leefbaar Nederland gelijk had met het besluit dat men niet met Fortuyn doorkom, hè? Ik ben heel trots op Leefbaar Nederland dat ze in ieder geval gekozen hebben voor hun eigen integriteit. En op het moment dat je als lijsttrekker natuurlijk gaat afwijken van het partijprogramma, dan kun je natuurlijk wel iets verwachten. En zoals Pim net aangaf, zijn er op andere vlakken perfect met hem samengewerkt. En is er dus ook absoluut van animositeit geen sprake. Maar u moet toch gaan samenwerken nu in Rotterdam met de man waarvan u vindt dat hij uitspraken doet die u niet voor uw rekening neemt. Is dat niet een beetje... een lastige situatie, ook voor de kiezers? Hetgeen wat er absoluut gescheiden is, en dat is vanavond ook besproken met elkaar, en dat wil ik hierbij nogmaals benadrukken. De gemeentelijst voor Rotterdam was hiervoor al aangemeld en is geaccepteerd. Wij hebben met z'n allen gesproken over wat wij voor Rotterdam kunnen betekenen. Daarin ben ik absoluut zeker dat de heer Fortuyn zich zeer zeker aan hetgeen houdt wat wij met elkaar hebben afgesproken. En zie ik ook absoluut geen reden om daar dan van af te gaan wijken. Goed. Meneer Fortuyn, u moet heel snel een nieuwe organisatie gaan opstarten. U moet u deze week nog aanmelden met, wat wordt het, de lijst Fortuyn of de partij Nederland is vol? Hoe wordt het?
Nou, dat laatste lijkt me afschuwelijk. Ik kan... Maar dat is wel wat u zegt. Ja, maar dan moet je geen... Ik ben geen one-issue-partij. Zeker niet. We gaan het over gezondheidszorg hebben, over veiligheid, over onderwijs, over openbaar bestuur. Komt een boek van mij uit. Dat gaat voornamelijk daarover. Maar u heeft wel de aandacht en de kiezers getrokken met dat ene issue. Ja. Te veel buitenlanders, islamieten. Nederland is vol. Dat is toch de issue waar u al die mensen optrekt. Dat is toch zo? Op dit moment, maar nou weet ook luid en duidelijk iedereen in Nederland hoe Fortuyn erover denkt. Dat betekent dus dat ik het er niet meer over hoef te hebben. Dat ik al die andere belangrijke thema's aan de orde kan stellen. Betekent het dat u in uw campagne niet meer over de islamieten, niet meer over Nederland is vol gaat praten? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Nou, ik zal er niet veel meer over zeggen. Want wat luid en duidelijk over is gekomen, moet je niet blijven herhalen. Dat weet men nu. Nou, over gezondheidszorg en onderwijs, et cetera. Er komt een boek van mij uit. Oké, maar... U moet een nieuwe organisatie gaan opstarten. U begon een aantal maanden geleden met de mededeling... Ik heb eigen mensen. Ik heb 8 miljoen. 8 miljoen zitten inmiddels bij Leefbaar Nederland. En die mensen die kwamen... Ik kreeg op die vraag, hoe gaat die lijst heten? Dat is waar. Weet u dat al? Oké. Hoe gaat de lijst heten en hoe gaat u het betalen? Nou, ik kan niet. Ik weet hoe de lijst gaat heten, maar als ik dat nu zeg, dan ben ik bijna zeker van dat die naam gereserveerd wordt. Maar in de loop van morgen kunnen we dat bekendmaken. Ja, wat is dat nou voor onzin? Nou daagt u mij uit om het te vragen en dan geeft u het antwoord niet. Dan geef ik dus het antwoord dat we het weten, maar dat het vastgelegd moet worden. Nou, en op het moment dat het vastgelegd is, dat begrijpt u ook, dan zullen we het ook onmiddellijk bekendmaken. Het tweede punt, wat de financiën betreft, nou, het zal een karige kas worden, denk ik. En... Gaat u het zelf betalen? Nee, zo rijk ben ik niet. Het ziet er allemaal wel prachtig uit, maar zo rijk ben ik niet om dat allemaal zelf te kunnen betalen. Dus wie gaat het dan betalen? Nou, er zijn wel weer vrienden die mij helpen en we zien wel. Vrienden die niet teleurgesteld zijn over het feit dat u Leefbaar Nederland zo in de problemen heeft gebracht? Nee, absoluut niet. Zij kozen voor mij. Er zijn een aantal financiers die ook voor mij kozen. En ja, nu hun geld zien geparkeerd bij Leefbaar Nederland. Dat vinden ze natuurlijk jammer. Maar ik heb gezegd, heren, wees heren. Natuurlijk heb je het voor mij gedaan. Maar goed, als zij ons geen geld willen geven, dan moet het maar zo blijven. Goed, ik dank u wel. Alsjeblieft. Daar. Vermingelen was dat vanuit Rotterdam. Morgen begint het echt. Het historische proces tegen Slobodan Milosevic, ex-president van Joegoslavië. Milosevic wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Gepleegd in Kosovo, Bosnië en Kroatië. Morgen is voor de hoofdaanklager van het Haagse Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte, het uur van de waarheid. Verwacht wordt dat de zaak tegen Milosevic 2 jaar zal duren. En Del Ponte is vol vertrouwen dat ze die zaak gaat winnen, vertelde ze aan Nova's Tom Klein. On commence seulement demain. Alors commençons et puis après on verra. Naturellement, le procureur, nous sommes moralement et juridiquement convaincus qu'il est coupable, mais la tâche qui nous est donné et de le prouver devant les juges et puis ce seront les juges qui décideront le jugement et l'éventuelle peine. Je connais Milosevic de la littérature, de l'histoire et parce que on a beaucoup écrit sur lui des témoignages. Je ne vois aucun changement pour ce que je puisse évaluer naturellement. Et dans votre image, l'image que vous avez eue en avant et maintenant, c'est changé ou pas? Non, c'est la même. C'est la même? Oui. Et c'est quoi? Quelle image est-ce que vous avez de lui? L'image que j'ai de lui, c'est que j'entends des considérations qu'il a fait pendant l'audience que j'avais déjà lues ou entendues avant qu'il soit ici. Donc, dans ce sens-là, je dis que c'est, rien n'a changé. Il parle le même langage. I consider this tribunal a false tribunal and indictments false indictments. It is illegal being not appointed by UN General Assembly. So I have no need to appoint counsel to illegal organ. Comment est-ce qu'on
construit un procès autour d'une personne qui ne reconnaît pas un tribunal. C'est pas un problème pour eux. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Le procès se construit sur le fait qu'on a fait une enquête, qu'on a recueilli des preuves de la culpabilité de l'accusé. Donc le problème, c'est de porter dans la salle d'audience ces preuves. Ça n'a rien à voir avec la légitimation du tribunal, dans le sens que c'est le tribunal qui a décidé de sa légitimité, c'est la communauté internationale qui a décidé de la légitimité du tribunal, donc c'est une question qui n'a plus d'intérêt pour nous. Le mandat qu'on a reçu du Conseil de sécurité, c'est les hauts responsables. Donc on ne peut pas s'occuper des exécuteurs, par exemple, ce qu'on appelle en anglais les low-level perpetrators. Mais c'est bien clair que, surtout en tant que procureur, j'ai du mal à accepter que la justice ne soit pas universelle, hein, n'est-ce pas? Que tous les coupables doivent passer en justice. Il y a encore d'autres enquêtes qui doivent être terminées, donc d'autres actes d'accusation. Et naturellement, les deux autres accusés qui sont encore en fuite, Karadzic et Mladic, mm-hmm. ça devrait être le prochain okay. Événement. Et, exact. Maintenant, vous ne savez pas où ils sont, hein? Je sais où il est Mladic, oui. Il est à Belgrade. Il est à Belgrade. Oui. Et je sais même où il est Karadzic, mais moins précisément, il est en République Srpska. Oui. Et voilà. Alors on attend que l'arrestation et le transfert soient faits. Ok, mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Peut-être vous posez la question à ceux qui sont responsables pour obtenir l'arrestation, parce que vous savez, l'Office du procureur n'a pas de compétence là-dessus. Donc. Ce sera dans le cas de Mladic, c'est le gouvernement de la Fédération de Yougoslavie. Dans le cas de la République Srpska, c'est d'abord le gouvernement, les forces de police de la République Srpska et aussi les militaires de la SFOR. Dans votre cœur, vous entrez dans la salle d'audience et quels sentiments sont là-bas? Je ne sais pas, il faut attendre demain. Okay. Je peux pas préparer avant les sentiments. Les sentiments arrivent au moment. Alors, on verra demain matin, mais je pense que ce n'est pas la première fois que j'entre dans un cours. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des éléments particuliers, mais on ne sait jamais. Milosevic heeft dus alle advocaten die hem door het tribunaal zijn aangeboden afgewezen. En hij heeft zelf de Franse advocaat Jacques Vergès ingehuurd. Niet om hem te verdedigen, maar om het tribunaal aan te klagen. En Nederland. Vergès verdedigde eerder oorlogsmisdadiger Klaus Barbie en terrorist Carlos. Nova's Saskia Dekkers trok een week op met de omstreden en normaal ook zeer gesloten advocaat. Die met zijn gebruikelijke provocaties de aanval opent op het tribunaal. Je vous rappelle les titres de l'actualité très vite. Chirac, Jospin, l'étrange trompe-l'œil. Dans une minute, nous, Jacques Vergès, nous développons plusieurs sujets qui nous concernent très directement. Omar Haddad, l'assassinat de Guylaine Marshall, Milosevic, le préfet Bonnet, enfin, etc., etc. Il y a beaucoup d'actualités. Merci d'être avec nous. Si vous voulez interroger Jacques Vergès, c'est pas compliqué. Vous appelez le 0825 151 151. Pour moi, le tribunal est fait pour condamner M. Milosevic parce qu'en le condamnant, on justifie l'agression de l'OTAN contre un État souverain. Maître Jacques Vergès is een van Frankrijk's meest geruchtmakende advocaten. Briljant, mysterieus, verguisd en bewonderd. Vorige maand werd hij ingehuurd door Slobodan Milosevic om hem bij te staan in zijn strijd tegen het Joegoslavië-tribunaal. Vous m'arrêtez, Jacques Vergès, si je dis des bêtises. Vous avez défendu le FLN, Cheyenne Brando, la bande Abadère, Omar Bongo, Barbie, Carlos. Vous défendez Slobodan Milosevic, vous êtes l'un des avocats de Slobodan Milosevic.
juni 2001. 2 maanden na zijn arrestatie in Belgrado wordt Milosevic overgebracht naar de gevangenis van Scheveningen. Hij wordt beschuldigd van volkerenmoord en van misdaden tegen de menselijkheid. Je l'ai rencontré dans un couloir, dans un peut-être un petit couloir. Mais ceci m'a permis de trouver un homme dont le moral était éclatant. Éclatant? Un homme qui avait un très grand moral, qui sentait qu'il incarnait une cause juste et qui était décidé à défendre cette cause juste par son attitude. I would like to make presentation on the illegality of this tribunal. You've already put a motion in on that topic. Nous ne pouvons pas plaider devant ce tribunal. Ce serait reconnaître son fondement. D'autre part, si nous considérons que ce tribunal est partial, plaider devant lui, ce serait l'admettre comme un tribunal impartial, comme un vrai tribunal. De toute manière, le tribunal va condamner M. Milosevic au maximum. Le tribunal a été créé pour cela. Que nous jouions du violon devant le tribunal, du piano, que nous plaidions, que nous ne plaidions pas. Nous sommes persuadés que le tribunal est là pour le condamner. Écoutez, un avocat est là pour défendre. Oui, oui. Toutes les causes, quelles qu'elles soient. Écoutez, je n'imagine pas un médecin qui refuserait de soigner quelqu'un parce qu'il a le sida et qu'il n'aime pas les gens qui ont le sida. Mais vous défendriez Ben Laden, par exemple? Pourquoi pas? Maître Vergès heeft ervaring met controversiële cliënten, met ophefmakende processen. Hij kreeg de bijnaam advocaat van de moeilijke zaken, zelfs de verloren zaken, zoals de Venezolaanse terrorist Carlos en de Duitse Gestapo-leider Klaus Barbie. Est-ce que vous ne vous attachez pas qu'à des affaires prestigieuses? Écoutez, vous ne plaidez que des affaires prestigieuses. Écoutez, je n'y puis rien si les prestigieux me désignent. Dus onze bespreker, meneer Vergès, zal hier plaatsvinden. Dus zullen we meneer Jourdain, die de eigenaar is van het Kasteel Font-Roi, baron Eric Poswick, die bezig is in verschillende maatschappijen. Dus hebben wij baron Renaud Grendel, die is een bankier, is hier rond Brussel. De gelegenheid was dat meneer Vergès in Brussel was gedurende 2 of 3 dagen. En hij heeft onmiddellijk onze uitnodiging accepteren. En voor onze leden denk ik dat is heel belangrijk. Een hele prestigieus advocaat, van Parijs zeker, maar die advocaat in Brussel te kunnen horen. Vous présenter Jacques Vergès, c'est vous dire que il est partout. Il partage ses ascendances entre l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien. À 17 ans, ce garçon s'engage, il est vrai parce qu'il est mineur avec l'autorisation de son père, il s'engage à la guerre pour la France libre. À 17 ans, il débarque en Tunisie, il fait la campagne d'Afrique, la campagne de Sicile, la campagne d'Italie, la campagne d'Allemagne, et il en revient avec la Légion d'honneur à titre militaire. C'est l'avocat que vous auriez envie de consulter sans oser vous l'avouer. Pourquoi ? Parce que sans doute, il pourrait avoir pour symbole le hérisson et avoir pour devise « je dérange ». Selon vous, Milosevic, il est une victime de l'ONU ? Absolument. Mais à ce moment-là, vous ne voyez pas les choses à l'inverse ? Non, pas du tout. Je vois les choses avec des yeux lucides, en dehors des propagandes. De Servische autoriteiten hadden nooit Milosevic mogen arresteren en overdragen, vindt Maître Vergès. Hij is namens Milosevic een rechtszaak begonnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. C'est le gouvernement de Serbie qui a pris une décision unilatérale en mettant M. Milosevic dans un avion et en le livrant au tribunal pénal par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas. Manifestant une violation de la loi
Et nous attendons que la Cour européenne sanctionne cet enlèvement. Mais qui sera sanctionné selon vous ? C'est le gouvernement des Pays-Bas. Puisque c'est lui qui a réceptionné. Het Joegoslavië-tribunaal is illegaal, vindt advocaat Vergès. Daarom zal hij Milosevic tijdens het hele proces niet verdedigen. Hij is alleen de eerste dag aanwezig voor wat oogcontact en mogelijk een gesprek met zijn cliënt. Le 12 février, je serai présent, mais dans le public. Pas à l'intérieur du tribunal. Je regarderai comment les choses se passent. Et puis je réagirai à la cérémonie qui sera faite. Ensuite dans la rue, dans une salle avec mes amis. Mais donc ça nous force à faire une commission internationale pour la vérité sur ce qui s'est passé à Paris. Ça sera là le travail d'une commission de vérité sur ce qui s'est passé que nous avons l'intention de qui est en train de se mettre en place. 4000 corps ont été exhumés de différents charniers. Oui. Oui. Et ces corps ont été exhumés après la guerre. Parce que c'est la guerre qui a provoqué ce désastre. Avant la guerre engagée par l'OTAN, il n'y avait pas de... Il y avait avant pas... la guerre, il ne s'est rien passé. En Bosnie, en Croatie, attendez, au Kosovo. Pour l'instant, nous parlons du Kosovo. Oui, c'est vrai. Vergès gebruikt elke gelegenheid om de media te bewerken. Met name over de Commissie van de Waarheid. Een soort volkstribunaal dat hij wil organiseren in Parijs. Qui fait le choix pour les professeurs? Nous allons pressentir plusieurs professeurs de droit, français ou étrangers, et puis ils constitueront une commission. Et le jury? Et le jury sera composé de personnalités représentatives, des hommes politiques qui ne sont plus en exercice. Comme par exemple? Je donnerai ces noms le 12. Vergès houdt van spraakmakende processen, maar tijdens dit proces zal hij dus zwijgen. Uit protest. Nous sommes persuadés que le tribunal est là pour le condamner. Et par conséquent, notre absence signifie que nous ne cautionnons pas une telle cérémonie rituelle. C'est un procès en sorcellerie qu'on lui fait. Vergès zal dus niet het woord voeren morgen in de rechtszaal. En of Milosevic zal spreken om de aanklachten te weerleggen of om het tribunaal aan te vallen, dat zal morgen blijken. En daar komen we dan morgen in Nova op terug. En daarmee eindigt Nova voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Goedenavond.